alle problemen die er zijn voor fietsers in Rotterdam, die gaan we detecteren. En zo gaan we erachter komen wat de pijnpunten zijn in deze stad voor fietsers en die oplossen. Het is eigenlijk een innovatieve lesmethodiek voor jongeren die zijn uitgevallen vanuit het reguliere systeem. Wij gaan voedselrestenafval verzamelen in Rotterdam. En dat gaan we middels vergisting omzetten in groene stroom. Sta je wel eens voor een stoplicht met je fiets? Echt verschrikkelijk lang, bijvoorbeeld bij de Coolsingel. Door daar de stoplichten iets minder lang op rood te zetten, hebben fietsers een veel leuker leven. Het moment dat je niet investeert in mensen aan de onderkant van de samenleving, dan trek je eigenlijk de hele samenleving mee naar beneden. Dat er gigantisch veel tonnen afval per dag wordt verspild. En die energie gaat simpelweg verloren, terwijl die energie eigenlijk terug naar de stad kan. Het is dus echt een win-win situatie. Nou, mijn droom is dat we een sociale, betere wereld gaan creëren. Dat mensen weer het plezier terugvinden in het leren en dat ze weten dat kennis macht is. Denk groot, begin in Rotterdam. Helemaal goed.